Dus dan gaan we nu naar Montfort. Complimenten voor een medewerker en klant van drogisterij Kruidvat daar. Want zij zorgden niet alleen dat een overvaller zo snel mogelijk weer vertrok. Ze zagen ook nog een belangrijk detail. Het begint ermee dat de volgende man bij de ingang al lomp tegen iemand opbotst. Het houdt hem niet tegen. Rustig zet hij zijn overval door. Wij zien zijn wapen al. De mevrouw die boodschappen doet, pas nu. Die klant waarschuwt die vrijdagavond 26 januari snel een andere medewerker. Ondertussen helpt de medewerkster bij de balie de overvaller zo snel mogelijk en neemt ondertussen, net als die klant eerder, zijn uiterlijk in zich op. De klant zag ondanks zijn vermomming dat hij mogelijk blond haar heeft. Zodra ook al het kleingeld in zijn plustas zit, is hij vertrokken. Hij loopt de Hoogstraat daar in Montfort weer vrij rustig op. We zijn daar toen zelfs ook nog meteen mensen achter hem aangegaan. 1 op de fiets, 2 rennend. De politie wil u nog graag spreken over die achtervolging. En hier komen de belangrijkste beelden van die gezochte dader. Deze beelden van de vermoedelijk jonge dader van ongeveer 1,75 meter lang... met een lichte huidskleur en de wetenschap dat hij mogelijk blond haar heeft. Wie weet valt bij iemand nu ook wel het kwartje door zijn Nike-schoenen. Graag tips over deze Kruidvat-overval. Ook extra beelden waar de overvaller misschien op staat zijn uiteraard welkom.